Jong Utrecht met een totaal andere ploeg dan afgelopen vrijdag. Maar liefst 10 wijzigingen doorgevoerd door de coach van Jong Utrecht, Ab Plugboer. Jong Utrecht dat het allesbehalve goed doet en ontzettend veel wedstrijden verliest. Het komt op achterstand in de wedstrijd tegen Jong PSV. Al in de 3e minuut is het raak. Shirandy Sambo maakt het doelpunt. Na de voorzet van Oppegaard. Goeie start dus voor de ploeg van Peter Uneke. Jong PSV won net als Jong Utrecht in de 3e periode slechts 1 van de 9 wedstrijden. Maar het maakt in deze wedstrijd op de maandagavond op Zoudenbalg een hele goede indruk. Hier is Pirou en die maakt het knap af. 0-2 in de 11e minuut. Zijn eerste doelpunt voor Jong PSV in dit seizoen. Scoorde wel al voor PSV in de Eredivisie. Joël Pirou. Dan is het bijna rust in Utrecht. Wordt er door Jong Utrecht hier heel slordig verdedigd. En gaat deze bal er uiteindelijk prachtig in via Fodé Fofana. Een vader uit Guinea, een Russische moeder. Hij is geboren in Groningen. En hij maakt hier zijn 6e doelpunt van het seizoen voor de ploeg van Uneke. Artistieke omhaal buiten bereik van Maarten Paas. En dan is het 0-3, dat is ook de ruststand. Op Zoudenbalg. En in de 2e helft gaat Jong PSV vrolijk door. Helemaal vrij binnengekopt door Daverveld. En dan is het dus 0-4. Daar wordt de keeper van Jong FC Utrecht niet vrolijk van. Bij Jong PSV overigens een basisplaats voor Armando Obispo. In de defensie. Maar de defensie van Jong PSV wordt niet op de proef gesteld. Pirou. En hier is het. 0-5. Tweede doelpunt van de avond voor Fofana. Binnen het uur staat Jong PSV met 5-0 voor. Heel rustig geschoten door Fofana. Die ook nog in de jeugd speelde van Barcelona. Dan wordt het tijd dat Jong Utrecht iets gaat terugdoen. En dat gebeurt ook. Malahi zorgt voor 1-5. En redt daar in ieder geval de Utrechtse eer mee. Maar verder komt de ploeg van Ab Plugboer niet. Ook al wisselt hij veel in de 2e helft. Uiteindelijk gaat Jong PSV de wedstrijd met 6-1 winnen. Dit is de laatste goal van invaller Bakayoko. Zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal. En eindelijk weer eens een overwinning voor Jong PSV. We zijn heel blij. Lang niet zo goed gespeeld eigenlijk. We waren vandaag echt een team. En dat zag je ook gewoon. We speelden zo goed. Vertrouwen in elkaar. We bleven maar creëren. En dan win je. We maken eigenlijk hier onze kansen af. Hè, die we over het algemeen best krijgen. Nou, dat hebben we heel goed gedaan. Maar we hebben vooral heel goed verdedigd samen. En vanuit daar onze kansen gekregen. En dan is gevolg een 6-1 uitslag die ook nog wel hoger had kunnen zijn. Maar moet ik zeggen, heel tevreden over wat we vanavond hebben laten zien. En zeker ook na 2 moeilijke wedstrijden. Hè, en fysiek zwaar met de 3e wedstrijd in een hele korte tijd. En als je dan dit kan, dan ben ik daar wel heel trots op. Ja, waar komt dat in één keer vandaan? Want de laatste weken waren de resultaten niet goed. Het spel was ook tegen Dordrecht bijvoorbeeld niet echt al te denderend. Hoe kan het ineens dan? Ja, gewoon in elkaar blijven geloven. Goed trainen. We trainen echt goed. Positief blijven. Ja, de coach heeft ook allerlei speech gedaan. Vandaag zag je echt dat we willen deze laatste 10 wedstrijden echt goed afsluiten. En zo hoog mogelijk eindigen. Dat moet onze nieuwe doel zijn. En we zijn goed begonnen. Volhouden, dat is de volgende stap. En dus vrijdag tegen Jong AZ moet het weer. Moet je weer brengen wat je nu gedaan hebt. En dan kun je een heel mooi einde van het seizoen tegemoet gaan. Maar de eerste stap is gezet en daar ben ik heel erg blij mee.